Alexander, de boek. Dan moet ik me goed concentreren hoor. Want ik heb ik het al. Alexander, nee, dat is niet goed. Nee. Ja, mijn vrouw die schudt toch gelijk. Nee, het is niet Alexander. Wat is het dan? Xander zeg. Xander de Bousignier. Schudt weer, nee. Daar heb ik zeer. Daar was ik al bang voor, want ik zit met die naam de hele tijd. Dus het is Xander de Bousignier. Bousignier. Nou, goed. Hey, laat maar zitten. Nou, die en Jeroen van de Boom en die Glennis Grace, die mogen niet optreden in de Kuip. Hé, hey, heb je dat gelezen? Ja, want die hebben dus in het verleden laten weten, we zijn voor Ajax. En die gingen dus een klein concertje geven in de Kuip, binnenkort, in augustus. En dat mag dan niet van de Feyenoord aanhang. Omdat ze voor Ajax zijn. Nou ja, hé, hey, moet je eens luisteren. Ik ben een Feyenoorder, maar dat vind ik nou zo verschrikkelijk tien keer niks. Ten eerste, die Kuip, die is helemaal niet van Feyenoord. Daar begint het al mee. Dus het slaat ook allemaal helemaal nergens op. Want die Kuip staat los van Feyenoord. Feyenoord huurt de Kuip. Zoiets, die betalen daarvoor. Dat is het dan. En dan zegt de Feyenoord aanhang, omdat ze voor Ajax zijn, dan mogen jullie daar niet optreden. Nee. Dus Lee Towers, die is ooit een keertje gewoon in de arena geweest. Ja, geen enkel probleem. En die trad daar ook met de toppers. En daar hoor je niemand over in Amsterdam. Dat Mr. Feyenoord in de arena staat. Wat kan het ze schelen? Het interesseert ze gewoon niet. En weet je hoe dat komt? Dat komt gewoon omdat ze daar niet bezig zijn met Feyenoord. Nee, het interesseert ze gewoon niet. En dat is wat ik ook zou willen. Want ik, luister, ik ben een Feyenoorder. Ja, en ik schaam me daarvoor, voor dat soort, dat provinciale gedrag. Die benauwdheid. Het is allemaal die obsessie met dat Ajax, die obsessie met dat 020. Ze kunnen die naam maar niet horen. Of 020 of Ajax. En hup, de hele boel schiet hier in een vaatvernauwing in dat hoofd. En dat begint allemaal maar raar te doen. Waarom is dat nou toch? Ik wil juist als Feyenoorder, wil ik dat we daar boven staan. En dat we niet zo obsessief bezig zijn met dat Ajax. Wat kan het je bommen? Ja, zo helemaal niks in Amsterdam. Hey, hou op daarmee. Daar voel ik me helemaal niet mee verbonden. Waarom is dat? Ik wil graag als Feyenoorder dat we ons een beetje, gewoon dat wij Feyenoorders gewoon ons werelds gedragen. En dat we ook een beetje eigenlijk van die Amsterdamse kapsones en arrogantie krijgen. En dat we ook iets hebben van Ajax, wat kan ons nou schelen? Wat kan Ajax ons nou schelen? Dat moeten we over ons krijgen, wij Feyenoorders. En niet meer zo kinderachtig doen, alsjeblieft. Alsjeblieft niet. Gewoon, hey, luister. Wij zijn trots. Wij zijn Feyenoord.